Welkom bij Topnames. Iedere dinsdagavond vanuit de Waag in Amsterdam praten we met wat wij noemen de digitale voorhoede van Nederland. Maarten, je bent al een aantal keren bij ons te gast geweest. We hebben meerdere keren met je gesproken over allerlei facetten van innovatie in de gezondheidszorg of met je persoonlijke gezondheid, et cetera. Je bent nu een nieuw avontuur aan het beginnen. Rockstart, ook hier natuurlijk te gast geweest. Start een Digital Health divisie, daar ben jij de program director van. Wat gaat die Digital Health divisie doen? Nou, als wij succesvol zijn, dan hebben we straks 10 bedrijven in de eerste 6 maanden van hun bestaan eigenlijk geholpen waar ze normaal 2 jaar voor nodig hebben. En dat is eigenlijk onze opdracht. Die bedrijven die overal vandaan komen, helpen alles wat ze nodig hebben om succesvol te zijn in de gezondheidszorg eigenlijk in een hele gecomprimeerde tijd te doen. En ik zeg altijd, anders dan dat je met je travel app of je bookings app de straat op loopt en 10 mensen van straat plukt om ze te vragen wat ze daarvan vinden, zoeken wij echt de juiste mensen die met jouw product aan de slag gaan om dat ook te kunnen doen. Dus te kunnen valideren, te kunnen zien wat je nodig hebt, hoe mensen erop reageren. Ja, en dat is gewoon een uitdaging die wij proberen makkelijker te maken voor die bedrijven. En dan komt uiteindelijk daar natuurlijk een heel stuk achteraan. Financiering, eventueel certificeren. Er komt heel veel bij kijken, vaak in de zorg. Maar dat faciliteren wij deels voor die bedrijven. Ja, en een van de innovatieve partijen in Nederland is het Radboud Ziekenhuis in Eindhoven. Betrokken bij Nijmegen. Nijmegen. Betrokken bij dit project. Jullie gaan ook daar vandaan opereren? Ja, we gaan op de Noviotech Campus, heet dat. Dat is niet zozeer letterlijk op het terrein van het Radboud UMC, maar praktisch daarnaast opereren we. Dus vanuit de regio Nijmegen, waar we eigenlijk letterlijk de beste toegang hebben. Dat is denk ik de meest gestelde vraag misschien wel so far. Waarom Nijmegen? Nou, ik denk dat er een paar dingen over... We hebben echt goed toegang tot die partijen. Met alle partijen die hier ook bijvoorbeeld hier in de regio zitten, gebeuren ook fantastische dingen. Maar echt op het goede niveau de aansluiting vinden bij een ziekenhuis dat op bijvoorbeeld boordniveau, wat in ons geval zo is, wordt gezegd, wij doen eraan mee en we zorgen dat de resources er zijn. Dat is nog wel een struggle, dus daar zijn we heel blij mee. En... Hey, voordat we het hele institutionele verhaal ingaan, want ik merk dat je al heel erg in de rockstart-modus zit. Ik heb een t-shirt aangetrokken. En het marketingverhaal wat we hier al een paar keer gehad hebben, van hoe en hoe goed dat allemaal is. Wij kennen jou vooral van de Quantified Self en wat je bent begonnen in Nederland. Ja. En het bezig zijn met hoe je je eigen lichaam en wat er in je lichaam gebeurt meetbaar kunt maken. Ja. Hoe relevant is die achtergrond voor wat je nu gaat doen? En wat voor mensen die niet helemaal precies weten wat digital health is en al die soort dingen, wat moeten we verwachten van wat jij daar gaat doen? Een goede vraag. Ik denk dat het is heel relevant. En ik kan denk ik ook uitleggen omdat we 3 onderwerpen op de kaart willen zetten. Het onderwerp, ik zeg altijd aan de voorkant, preventie. Wat kunnen we doen om te zorgen dat minder mensen in de gezondheidszorg belanden? Dus in het systeem belanden. Wat kunnen we doen als mensen in het systeem? Kun je gelijk dan eens een voorbeeld erbij geven van een bedrijf wat daar actief in is en wat voor toepassing dat dan is? Ja, bijvoorbeeld je kan denken aan een Nederlands bedrijf in Rotterdam, Senslabs. En dat maakt een app voor de medewerkers van ASML, waarbij de medewerkers het slaapgedrag wordt gemonitord, hun beweging, hun agenda en al die gegevens gecombineerd worden tot eigenlijk het beste moment in de dag dat zo'n medewerker die bijvoorbeeld veel vliegt, of een medewerker die gewoon shiftworker is aan de lopende band, of in ieder geval gewoon op 24 uur diensten staat, geholpen wordt de beste beslissing te nemen. En soms is dat niet om 10 uur 's ochtends als je net uit het vliegtuig komt. Ja. Soms is dat nadat je 2 uur geslapen hebt en dan een vergadering ingaat. Ja. Nou, dat gecombineerde, dat is een soort preventive analytics eigenlijk. Dus het analyseren van allerlei data om vooraf al suggesties te kunnen doen wat de goede actie is. Dat is een voorbeeld van preventie, wat door technologie, mobiel, data eigenlijk wordt mogelijk gemaakt. Maar goed, je ging drie sectoren. Schuif je eigenlijk op naar het stuk als je dan wel in dat gezondheidszorgsysteem zit. Dus je zit in het ziekenhuis, of tenminste daar zit de expertise. En jij zit misschien soms in het ziekenhuis, soms thuis. Dus dat is eigenlijk het stukje van connected patients. Het stuk waarbij je een oplossing kan bedenken, bijvoorbeeld een hartritme monitor bij wijze van spreken die op je telefoon aangesloten is, waardoor je niet iedere keer als er angst is of je misschien een hartritmestoornis hebt of daar last van hebt, je moet melden bij de eerste hulp. Hè. Dan ben je een halve dag verder, je bent ook een heel stuk geld kwijt, of in ieder geval je verzekeraar is dat zeker. Die kun je helpen door de tools te geven om dat zelf te doen of ter plekke te doen. Zo bespaar je tijd, bespaar je kosten en bespaar je ook uiteindelijk bied je meer gemak. Nou, dat zijn connected patients.
En de derde is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, als je uit het systeem bent, hè, omdat je weet, bij wijze van spreken vanwege chronisch of misschien ouderdom, dat je niet per se de hele dag naar het ziekenhuis moet, maar je hebt wel zorg nodig. Ja. We hebben hier in Nederland meerdere succesvolle bedrijven op het thuiszorggebied. En daarin zie je ook heel veel oplossingen waardoor mensen in staat worden gesteld door middel van technologie zelf langer thuis te zijn. Dus een bekend voorbeeld is wat Focus Cura doet, Daan Domen. Die maakt het bijvoorbeeld mogelijk voor mensen om beeld te bellen. En dat klinkt soms heel simpel. Als je een beetje in de tech zit, denk je, ja, ik kan ook al facetimen. Hè? Wat is daar nou technisch moeilijk aan? En daar ligt ook precies de crux wat het anders maakt in healthcare. Is zorg maar eens dat je ouderen structureel blijvend aan het zeg maar aan die technologie krijgt, ervoor betaald kan krijgen, het voor iedereen toegankelijk maakt, voor jong, voor al die doelgroepen, gewoon hoe het in elkaar zit, hoe het werkt, met alle partijen, zorgverleners. Ja, hey, en dat jullie dit programma nu specifiek op gezondheidszorg beginnen met Rockstart, dat, dan denk je van, hey, daar ligt blijkbaar nog ruimte. Ja, daar ligt heel veel ruimte. Is dat zo? Ja, daar ligt heel veel ruimte, alleen al omdat het een hele afgesloten sector is, al heel lang. Eigenlijk een partijen, nee, omdat veel mensen eigenlijk, nou ja, niet het uithoudingsvermogen soms hebben om er door te blijven gaan, zie je dat heel veel partijen weer afhaken. Dus dan hou je en waarom heb je dan specifiek in de zorg uithoudingsvermogen nodig? Wat is er? Omdat het een taaie sector is. Het zal niet de sector zijn waar je bureaucratisch, regelgeving, privacy. En het is niet een business-to-consumer sector zomaar direct. Yeah. En dat verandert. En dat, okay, dat zie je eigenlijk ook. Dat is precies het moment waarom wij nu zeggen, nu wordt het interessant. Je bent niet altijd meer bijvoorbeeld, hè, als je iets uit eigen zak moet betalen en dat iets kost ook nog 1000 euro... dan laat je het misschien toch achterwege. Maar als dat iets bijna gratis is, of in ieder geval voor jou gratis is, en iemand anders er een ander verdienmodel op kan toepassen, dan wordt het toch interessant. Hè? Stel dat je een video mogelijkheid kan bieden die kosttechnisch heel laag is, waar je wel een andere partij voor kan interesseren om dat te vergoeden of anderszins. Dus het shift niet alleen in technologie, want die technologie is er al wel, dat weten we uit andere sectoren. Maar het is nu ook de shift in hoe kunnen we daarvoor betaald krijgen. Maar ook wie wil eraan meewerken. Dus niet alleen maar nu de ziekenhuizen, maar ook externe partijen die vanuit corporate. Nou, dus er is ook partijen. Momentum. Er is absoluut momentum, ja. En geldt dat ook voor de start-ups? Want jullie zien bij Rockstart natuurlijk waar de activiteit zit, waar mensen al actief zijn. Moet jij er hard aan gaan trekken of is er al veel, zijn er al veel partijen die hier actief bij zijn? Dan moet jij ze alleen zien te bundelen en de juiste partijen bij elkaar zien te krijgen. Ik zou denk ik te makkelijk erover denken als ik nu zeg dat het met mijn vingers knippen is en we hebben een paar honderd aanmeldingen. Ik denk waar onze uitdaging ligt, en dat is altijd zo bij Rockstart, is hoe serieus zijn de founders van de startups die we op het oog hebben. Technologisch zijn er genoeg mensen. Laten we wel, in de healthcare is geen gebrek aan goede ideeën. Meer dan genoeg, van chirurg tot verpleger tot patiënt, die hebben allemaal een idee hoe het beter kan. En vaak, het is een beetje back of a napkin, men heeft het idee wel klaar liggen. Waar het vaak op spaak loopt is hoeveel interesse hebben mensen om een bedrijf te bouwen. En dat is onze grootste uitdaging. Eigenlijk de match te vinden van en het goede idee met de juiste ondernemer. En we zeggen altijd 60-70% van onze selectie is of het een goede ondernemer is. En wat ook aan het veranderen is, om daar dat aan te geven, is dat ondernemers die succesvol bijvoorbeeld waren in tech voorheen, nu ook overwegen om een start-up of een bedrijf in health te gaan doen. Ook zo de investeerders. Dus investeerders die alleen maar keken naar bijvoorbeeld consumer tech, ja, zijn nu ook voorzichtig aan het kijken. Ja, het is natuurlijk hot topic, hè, met singularity en biotechnologie en nanotechnologie. Het raakt allemaal de menselijke. Ja, ik dacht dat je met een nog langer rijtje kwam, bio, nano, neuro. Nee, maar dan had ik iemand anders niet vergeten. Dan had ik iemand anders uitgenodigd. Robotie. Nee, oké, okay, laat maar zitten. Nee, maar dat is absoluut. Momentum is er zeker. Want niet voor niets Singularity U. Wij werken samen met Dropout, Reshape Center, onder andere Lucien en Engelen en anderen. In de regio is een heleboel reuring. En het held gedeelte van Singularity U, onder andere FutureMed en andere komen ook die kant op. En gebruiken ook die regio specifiek als een testbed en de mogelijkheid om dat op de kaart te zetten. En nu dus stelt de provincie stelt 750.000 euro ter beschikking voor jullie initiatief? Ja, als investering. Dat vind ik altijd wel belangrijk om erbij te zeggen. Wij hebben dus geen subsidie, maar we hebben echt een investering. Wat maakt het uit dan? Nou ja, kijk, bij subsidie kun je nog zeggen, god, is jammer. Het geld is uiteindelijk kwijt en misschien is er wel of niet iets gebeurd. Maakt ons eigenlijk niet zo uit. Tegen een investeerder ook. Maar hier zitten de... dat moet je... Dat hangt van je investeerder af. Misschien heb jij hele relaxed investeerder. Maar uiteindelijk is het fonds wat wij hebben, dat kennen veel mensen wel. Dat is uiteindelijk fonds waar energiegelden van provincies in terechtgekomen zijn. Zeker Gelderland, Overijssel.
Die hebben een revolving fund en die moeten ook als fonds gewoon zorgen dat ze rendement draaien. Ja, dus... dat is helemaal niet raar, want de provincie Brabant stelt natuurlijk ook geld ter beschikking voor de high-tech campus en voor de programma's die daar draaien. Ja. Maar goed, het is dus echt in die zin inderdaad een investering en je moet altijd wel wat uitleggen als je natuurlijk naar het buitenland gaat, want... En men heeft daar altijd het idee van, ja, hoe werkt dat dan bij jullie, die overheid? Wat ik wel interessant vind, daarom breng ik het even op. In de Nederlandse context, waar jullie nu toch ook natuurlijk in beginnen. Heb je natuurlijk wel de sector nodig, de gezondheidszorg zelf. De ziekenhuizen, het Radboud ziekenhuis heb je mee. De artsen, de verpleegkundigen, maar vooral ook, denk ik, de verzekeraars. Daar is veel geld te halen. Hoe zitten die in deze ontwikkeling? We zijn op dit moment met verschillende verzekeraars in gesprek, omdat het een structureel onderdeel is van de zorg. En zeker in Nederland. Maar er zijn twee dingen die meespelen. De eerste is, onze startups die wij sourcen, vragen we om hun internationale ambities. Okay. En we vragen ze dus niet of ze een methode hebben gevonden om zich in Nederland door dat systeem heen te worstelen. Nee. Misschien niet, en dat geeft misschien ook helemaal niet. Want als zij denken onze launchmarkt is straks de VS, Germany, Frankrijk, maakt niet uit, daar kunnen ze allemaal terecht. Dan heeft dat net minder relevantie. Het tweede is, hoewel er veel geld zit en ik weet ook genoeg verzekeraars om te weten dat ze wel echt ambities hebben om dat anders te doen, hebben ze ook meerdere belangen die ze moeten afwegen. Dus het heeft niet altijd een structureel voordeel qua snelheid of qua embedding om het steeds terug te brengen naar de discussie over vergoedingen. Hoe belangrijk overigens ook voor Nederlandse perspectieven. Vraag is, waar zitten wij in dat traject? Wij zitten eigenlijk redelijk aan de voorkant. Dus wij kunnen ook wat vrijer, willen ook wat vrijer opereren zonder constant de discussie te gaan voeren. Hoe krijg je dit vergoed? Maar niet om hem niet te voeren, maar wel te zoeken naar wat zijn de alternatieven. Ja, we gaan praten met verzekeraars. We gaan ook praten met privépartijen. We gaan ook praten met andere bedrijven die bijvoorbeeld het product willen opnemen. Ik vraag het ook omdat je zo de nadruk legt op dat het pas gaat werken, al die nieuwe toepassingen, als het betaalbaar wordt. Ja. En dat kan natuurlijk uit de internationale schaalgrootte komen, of omdat er andere modellen onder liggen. Absoluut. En dat zal verder natuurlijk enorm per land inderdaad. En het is ook een punt wat wij maken is eigenlijk... laten we even, zeg maar, kijken naar Europa, heb je 26, zeg maar, 27 zorgsystemen met allemaal hun eigen methodes. En door het netwerk wat we hebben gebouwd, of wat ik ook in de afgelopen jaren rondom Quantified Self, maar andere digital health dingen heb opgebouwd, proberen we dat ook beter inzichtelijk te maken. Want het is gewoon, en dat zal ik de laatste zijn die dat wil ontkennen, een enorm kluwen van regels. En als je wil onderkennen hoe iets in Duitsland werkt, hoe je iets vergoed krijgt of hoe je iets blijvend een succesvol product en dienst maakt, dan moet je wel die markt goed begrijpen. En daar hebben wij dus ook een netwerk van opgebouwd van mensen in ieder land waar we op terug kunnen vallen. Ja, dit maakt zeg maar deze specifieke Rockstart afdeling wel complexer dan veel andere. De financiële is natuurlijk ook eentje die bij elk land. Maar veel leuke publieksdiensten heb je er allemaal niet mee. Daar heb je allemaal geen last van. Nee. Ik denk dat het verschil heel duidelijk is tussen de verticals en ons web- en mobile programma waar we donderdag de demo day van hebben. Dat is een programma waar in de breedte allerlei dingen langskomen. En eventjes heel plat gezegd, want het is altijd moeilijker dan je denkt. Maar voor een travel app, nogmaals, kun je best de straat op gaan en proberen feedback te vinden van een groot gedeelte van de mensen weet hoe ze een reis willen boeken of niet. Maar voor deze sector heb je gewoon specifieke eisen met specifieke doelgroepen. En die allemaal ook, zitten bijvoorbeeld elementen straks in. Niet alleen how to pitch to investors, maar how to pitch to healthcare professionals. Of how to pitch to patients. Een totaal ander verhaal. Totaal ander verhaal. Ja. Als je dat niet snapt. En die heb je wel nodig. En precies. Ja. En die heb je niet nodig voor het geld. Maar die heb je wel nodig voor de acceptatie. Of die heb je nodig voor de feedback. Ja. Als jij dan alleen maar pitcht en je gaat het hebben over investeringen en geld enzovoort, dan mis je complete boot. Ja. Dus dat is ook de toevoeging dus cultuur, die wij doen. Cultuur is een belangrijk punt. Ja, het is essentieel. En nogmaals, daarom ook reden voor ons te meer. Om hoewel het heel prettig toeven is, laat ik zeggen, in de start-up cultuur in een stad als deze, is het ook heel waardevol om juist heel dicht te zitten op die andere cultuur, namelijk gewoon die dagelijkse praktijk van zorgprofessionals, patiënten en anderen. Ja, een vraagje van Bert de Boer op Twitter. Wat vind jij de meest veelbelovende start-up sector? Vraagt hij de consumentenkant, Quantified Self, of de wearables en de data, de medical kant, of... Puntje. Uiteindelijk ben ik een soort believer in het concept van data ownership. Wat wil zeggen dat uiteindelijk het idee dat die data niet bij een derde partij hoeft te zijn,
Ik heb daar technisch niet het magische antwoord op, maar ik geloof sterk in die richting. Wat betekent dat ik gewoon third-party diensten afneem en daar mijn data aan beschikbaar stel. Dus als je het zo wil bekijken, toch uiteindelijk meer de consumerkant. Maar ik zie alles als een soort gelaagd model. Hè? Dus wij bouwen onze diensten als individuen. Ik neem altijd het voorbeeld van, je hebt een stuk public health. Wat kunnen we als we van niet één iemand data hebben, maar van een miljoen mensen data hebben? Daar kan die ene persoon iets aan hebben als die bijvoorbeeld weet wanneer die zijn astma-inhaler gebruikt. En hoe vaak en hoe lang als die naar zijn dokter gaat. Maar als we die data van een miljoen mensen hebben, en dat is voor verschillende bedrijven, onderzoekers enzovoorts interessant, dan kunnen we het gebruiken om inzichten te verwerven. Waar kun je het beste gaan wonen als je wel of niet last van astma hebt? Mm-hmm. Waar moet je vooral wegblijven? Of welke delen van het seizoen of wat dan ook? En die data is veel meer corporate interessant, zou je kunnen zeggen, of public health. Dus ik denk dat die modellen elkaar heel erg kunnen versterken, uiteindelijk ook. Dus als ze maar mature genoeg zijn, en dat is een proces waar we eigenlijk net middenin zitten, of nog maar net mee begonnen zijn. Hey, en hoe gaat nu de procedure verder? Je zegt van, we zijn geslaagd als we er van 10, zeg maar, een... als we zo'n 10 succes maken. Ja. Nu kunnen mensen zich aanmelden. 19 juli sluiten de inschrijvingen. Dan vervolgens selecteren we eigenlijk als een soort funnel van een grote groep, de laatste 70, waarmee we een gesprek aangaan met onder andere onze mentoren en investeerders. Wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? Wie zijn jullie? Enzovoort. Dat gaat uiteindelijk naar de laatste 20. Die nodigen we uit voor 3 dagen in Nederland. En dan heel kort op die 3 dagen, dan selecteren we aan het einde van de laatste 10. En heel kort daarop beginnen we ook. Dus na 2-3 weken, na de selection days, beginnen we ook het programma. Dus mensen krijgen echt in redelijk korte tijd het commando go, pak je spullen, gaan. Ja? En dan beginnen we ook echt. En wij hebben iets langer een programma in elkaar gezet dan het standaard, maar wat veel gebruikt wordt, het 3 maanden programma. Omdat dat ook een van de specifieke kanten eigenlijk is van waar wij healthcare gewoon iets langer zien. Of je hebt meer tijd nodig. Je hebt meer tijd nodig. Alleen om een afspraak te plannen, heel simpel. Nogmaals, weer die 10 mensen van de straat voor je traveler, prima. Maar zoek maar eens 10 doktoren en vind een tijd in hun agenda dat we ze allemaal op 1 plek hebben. Dus daarvoor hebben we ook gezegd, daar moeten we iets meer tijd voor nemen. Hey, waar zie jij in die sector zelf de meeste, de meeste kansen? Enerzijds... Ik denk echt dat ik ben ooit afgestudeerd op businessmodellen en ziekenhuizen. En toen zag je eigenlijk al, het is een enorme blokkendoos waar gewoon diensten worden verleend aan entrepreneurs, dokters en andere mensen die maar een stukje kopen. Ik denk dat dat steeds meer uit elkaar aan het vallen is. Dat zie je eigenlijk al. Nieuwbouw in ziekenhuizen is een hot topic of je daar nog wel zoveel miljoenen in moet. Want vergis je niet, je vraagt een vergunning aan voor 20 jaar in de toekomst. Dus je moet gaan voorspellen, 20 jaar in de toekomst kan ik 1 ding wel voorspellen. Dat er niet meer mensen in een blokkendoos worden behandeld dan thuis. En ik denk als je die richting ziet, en bijvoorbeeld onze partner Radboud ziet dat ook. Die gaan ook terug van 1000 naar 500 bedden. Heel veel ziekenhuizen wordt gewoon uit hoeveel bedden heb je. Dan zie je dat een trend is waardoor het letterlijk terugkomt in de wijk. Het kan de wijkverpleegkundige zijn, maar het kan ook de supermarkt zijn of het kan een andere plek zijn. En het kan gewoon letterlijk, zoals nu al deels mogelijk is, in je broekzak zijn. Dus die teruggang van het feit dat je nog alleen maar, ik denk echt hoogcomplexe zorg overhoudt in die bakstenen gebouwen. Zet zich in mijn beleving alleen maar door. Wat we zullen moeten oplossen, dat is mijn uitdaging, maar daarvoor heb ik hier wel eens eerder aan de tafel gezeten, is wiens agenda voeren we daarmee uiteindelijk uit? Hè? Want er komen heel veel andere belangen bij spelen. Ja. Er zijn heel veel andere kapers op de kust die allemaal iets met onze data willen. Ik leerde vroeger een 3-hoek, zorgverlener, patiënt, verzekeraar. Dat was de gouden soort van, daar moest het tussen gebeuren. Maar nu is het onbetekenend hoeveel partijen daartussen zitten, van de Apples tot en met de Albert Heijns, tot en met de ministeries. Ze willen allemaal iets met mijn data. En dan moet ik allemaal gaan tussen balanceren. Dus er komt weer volgens mij ook een heel ander contingent aan diensten en mensen die daarop inspelen. Ten goede en ten kwade. Maar ja, je was altijd heel erg met deze ook bijna filosofische vraag bezig. Er kwam veel ethiek ook bij kijken. Nu heb je helemaal gekozen voor Rockstart, wat natuurlijk toch vrij recht toe recht aan is. Ja. Je hebt straks 10 bedrijfjes, startende bedrijfjes. Keihard geld verdienen. Nee, dat is gewoon heel hard werken. Met maar 1 doel. En succesvol zijn. Succesvol zijn, geld verdienen, impact hebben, de wereld veroveren. Ja, en vooral dat. Maar wel met commerciële focus. Ja, omdat dat is toch wel wat anders voor jou. Nou, ja en nee. Ik denk namelijk dat. Ik denk iets goeds
moet uiteindelijk zichzelf in stand kunnen houden. Dus nog dat idee waarom wij ook geen subsidie aan hebben genomen, maar investeringen hebben, hetzelfde. Je moet iets kunnen maken wat sustainable is. En dat voor de lange termijn kan heel goed volgens mij allebei in zich hebben. Een bedrijf bouwen wat een hoger doel heeft dan alleen maar cash geld verdienen. En toch is dat meer juist in de gezondheidszorg denk ik heel lastig. Omdat je zei net al, het is voor een groot gedeelte een B2B-markt. Terwijl traditioneel de spin die jullie als accelerator neerzetten is altijd schaalbaarheid, schaalbaarheid, schaalbaarheid. Je hebt een idee, er zijn 7 miljard mensen op aarde. Dus als je daar nou de helft van aan jouw product krijgt, dan ga je heel veel geld verdienen. Dat is heel kort door de bocht het idee. Ja. Ik denk dat in de gezondheidszorg juist heel veel dingen in die B2B-markt zitten en ontstaan. Wat per definitie niet schaalbaar is, omdat elk land zijn eigen regelgeving, zijn eigen complexe zorgsystemen, zijn eigen... Ja, gedeeltelijk geef je gelijk. Ja, dus wij zijn overigens ook niet, laat dat helder zijn, we zijn niet alleen maar B2C. Dus als er iemand met een goede B2B-oplossing komen, staan we daarvoor open. Als het, we zeggen altijd, we kijken wel naar wat de patiënt daar voor rol in speelt. Als het puur dokter-dokter is, dan... Maar als de patiënt een nieuwe rol krijgt die hij daarvoor niet had, zijn we geïnteresseerd. Maar om even op je vragen te gaan, het is absoluut waar dat het moeilijk is. En juist daarom ben ik er eigenlijk aan begonnen. Ik heb 2 redenen om eraan te beginnen. Ik was in San Francisco en liep daar Oscar Kneppers tegen het lijf die zich aan het oriënteren was. Oscar is de oprichter van Rockstart. Ja. Op deze sector. Ik was daar met een missie die ik leidde voor economische zaken. En ik ben er gewoon een beetje klaar mee dat er alleen maar over gepraat wordt. En ik ben daar zelf onderdeel van, hè, van dat systeem. Ik heb vaak genoeg op podia dit verhaal ook, op. Je praat ook veel. Ja. Goed ook. Maar de essentie is dat daarmee uiteindelijk niemand... Ik heb daarmee niks veranderd. Mensen die naar mij hebben geluisterd, hopelijk, misschien. Maar uiteindelijk ben ik daar zelf niet echt structureel onderdeel van geweest. En nu, door dit, is er eigenlijk een kans ontstaan. En ik had vanmiddag nog met iemand uit de VS daar een gesprek over. Nu is er een soort combinatie ontstaan van enerzijds wel een beeld neerleggen van wat we gaan doen, maar dat ook echt doen. En niet te veel zeuren over het feit dat het, ik noem het niet per se dat het zeurt, maar het is moeilijk. En iedereen zal dat onderkennen. Maar ja, net als ieder ondernemer, je verandert niks door te blijven benoemen dat het moeilijk is. Je moet dan op een gegeven moment... Dus is voor jou persoonlijk vooral de behoefte om hands-on aan de gang te gaan? Ja, het is absoluut de behoefte om hands-on aan de gang te gaan en ook te laten zien. En dat is de tweede kant waarom ik hierin gesprongen ben, dat dit absoluut in Nederland heel goed kan. In alle landen die ik inmiddels heb gezien of waarvan ik heb gezien, zijn de lijnen hier kort. Het zorgsysteem is zeer dense in die zin. We hebben als een huisarts, je kent het, een patiënt verwijst, dan heeft hij ook wel een beeld van misschien wie die arts is waarnaar die verwijst. Dat vinden wij totaal normaal. In andere landen is dat volledig gesiloed en heeft men geen idee, wordt het over de schutting gegooid. En dat wij dat hier hebben, dat fijn genetwerkte systeem, is een absolute asset als je iets wil neerzetten in de markt. Uiteindelijk zijn we nog steeds maar met 16 miljoen mensen. Daarvoor doe je het niet. Maar wel als je die 16 miljoen mensen heel snel eigenlijk iets wil leren kennismaken met een bepaalde technologie. En daarom denk ik van alle landen waar, dan moet het wat mij betreft ook in Nederland kunnen. Pak wat vragen van wat zit er mee. Herm van der Beek zegt, is in overheidsbeleid ten aanzien van life sciences en health voldoende aandacht voor digital health? Hele goede vraag. Ik zei dat ik vanmiddag daarover een gesprek. Een van de ambities waarmee ik een heel groot aantal partijen eigenlijk probeer bij elkaar te brengen, waaronder Startup Delta, VWS, EZ, Holland Health, topsectorenbeleid, is omdat Nederland een beetje achterblijft op het verwoorden van het feit dat men hier zo goed in is. Ik heb vorig jaar voor EZ die missie geleid, maar er is geen branding, laten we zo zeggen, overall, die dat goed uitdraagt in mijn beleving. En gelukkig zijn er een aantal partijen, onder andere bijvoorbeeld Thijs Boekhoff in de VS, die vanuit het consulaat daar heel hard aan trekt om dat beter op de kaart te zetten. Ik vind eigenlijk dat dat nog wat meer zou mogen. Health Holland is bijvoorbeeld een exportmerk van de sector op dit moment, wat een beetje bio is geworden, niet echt digital health. En wat ik eigenlijk probeer is te laten zien dat we hier op digital health heel goed zijn. Want op dit moment zie je bijvoorbeeld de UK, die is een heel programma, hebben ze gelanceerd. Zweden manifesteert zich. En als we daar niet echt op de bal blijven, dan lopen wij straks achter. Ondanks het feit dat er hier wel genoeg gebeurt, omdat we het niet goed genoeg gecommuniceerd hebben. Ja. Bert de Boer, hoe kijk je aan tegen het gedrocht EPD? Is dat een denkfout hoe het nu centraal functioneert? Een elektronisch patiëntendossier. Ja, weet je wat het grappige is? Eigenlijk in alle verhalen en dingen die ik afgelopen jaren over health en technologie heb gehouden, heb ik me altijd geprobeerd heel afzijdig te houden van het EPD-verhaal. Niet omdat ik denk dat het niet belangrijk is. Maar het is een beetje zo, pick your battles. En dit is een absoluut belangrijke, maar ook een enorme time sink. Want leg hier maar eens goed uit wat jij daaronder verstaat en hoe jij dat wil versnellen, zonder dat je
enorme zeg maar, feedback op je dak krijgt van mensen die er al jaren proberen aan te trekken enzovoort. Dus ik heb daar niet zo'n heel erg mening. Ik heb meer besloten, pick your battles ligt voor mij aan de consumentendata individuele kant. Wat kan ik nu? Zo ben ik ook ooit geswitcht van businessmodellen van ziekenhuizen van bovenaf bekijken. Nou, toen ik bij Mobile Monday kwam en zag dat allemaal mensen met telefoons allemaal zelf dingen. Toen dacht ik, ik kan me daar wel op gaan richten, maar ik richt me liever hierop. En kijk wat er dan van onderaf naar boven eigenlijk gedaan kan worden. Ja, wel een interessante vraag is hoe je, Jan Schaap vraagt hem, hoe je de start-ups gaat vinden waar je naar zoekt. Want je zoekt nogal wat, namelijk ideeën met de impact, met businessmodellen. Nou, zowel in Nederland als daarbuiten, hoe ga je dat doen? We hebben gelukkig een enorm goed team zitten bij Rockstart die daar heel hard aan werkt, al heeft gewerkt. Dus op dit moment hebben we al een paar honderd start-ups in het vizier. Dan gaan we deze honderd al? Ja, dat wil niet zeggen dat ze allemaal, alle paar honderd een exacte match zijn. Ja, hoe doe je dat? Hoe doen jullie dat? Ja, dat is natuurlijk ook de secret sauce zou je kunnen zeggen. Maar het is natuurlijk ook een deel common sense. Hè. Waar vind je die startups? Die vind je bij de competities. Die vind je op beurzen, die vind je op events, die vind je op... er zijn allerlei platformen. Bij ons gebruiken bijvoorbeeld F-Success. Een mm-hmm. platform waar startups kunnen zeggen, ik zoek funding of... Ja. En deels is het ook heel erg handmatig, zou je kunnen zeggen, reach-out vanuit je netwerk. Dus wat ik net zei, al die Europese partijen en mensen die ik ken, die krijgen allemaal een mail van mij of meerdere mails met de tekst. Goh, weet je, we zijn er wat verder. Hoeveel startups ken je nog? Wie vind jij dat we zouden moeten benaderen? En één op één gaan we daar dus ook achteraan. Dus het is een combinatie, een soort combined effort van verschillende mensen. Simon, Thijs, die dit bij Rockstart echt zeg maar, dag in dag uit al hebben gedaan voor de afgelopen maanden. En nu ook deels door de zichtbaarheid, omdat het live is, hopen we daar wat feedback van te krijgen. Maar we weten, Rockstart heeft goede traction in Europa, goede traction in Zuid-Amerika. We hebben verschillende netwerken en mensen die ons kennen, dus we hebben het geluk van onze naam ook mee. Dat vergeten mensen denk ik nog wel eens, dat Rockstart internationaal best meedraait in de top van de accelerators. Dus dat combined biedt ons eigenlijk het platform om de juiste startups te vinden, hopen we. Maar laten we dat nog eens een keer kijken als het 19 juli is, als de brievenbus dicht gaat. Ja. Ralf Bouwman die zegt, het is een moeilijke sector die zorgt met zijn verzekeraars en zijn vergoedingen. Dat is eigenlijk wat jij zei. En hij vraagt zich af, is het misschien tijd voor bitcoins / healthcoins om het geheel te ontwrichten? Wat betekent dat dan in deze setting? Nou, niet zozeer bitcoins en healthcoin, maar ik heb het geluk gehad om bijvoorbeeld een aantal keren een strategisch advies voor verzekeraars te mogen schrijven over van dit soort implicaties. Ik denk wel degelijk dat het idee van meer peer-to-peer diensten in die sector heel erg waardevol kan zijn. Of diensten waar technologie een onderdeel is van de verzekering. Hè? Dus in VS heb je Oscar bijvoorbeeld, is een bekende verzekeraar die nu heel anders zeg maar, in de markt zich probeert te positioneren. Maar ook het feit... Maak het even concreet. Want... Nou, Oscar probeert zich eigenlijk ook te identificeren als een verzekeraar die technologie eigenlijk centraal stelt. Dus je krijgt daar inderdaad... Dat is een verzekeraar die helemaal geen legacy heeft. Die is helemaal nieuw in de markt gezet een paar jaar geleden. Die inderdaad al die premiums uitreikt voor gezonde gedrag. Dus die is puur value-based, zou je kunnen zeggen. Die zorgen ervoor dat goed gedrag beloond wordt, getrackt wordt en bijgehouden wordt. Nou, ze kijken eigenlijk, er zit, ik weet niet uit mijn hoofd, ik denk 30, 40 miljoen VC-funding achter. Ze kijken echt om een volledig nieuw verzekeraarsmodel. Nou, ik zou als er een verzekeraar zich aanmeldt, laat ik dat maar zeggen, als een verzekeraar zich aanmeldt, dan heeft hij een goede kans. Ik ben daar zeer geïnteresseerd in, maar dat is een tof cookie, zoals ze zeggen. Anno 12 heeft het in Nederland geprobeerd met een crowdfunded verzekeraar. Is niet gelukt. Zijn alle klanten naar DSW gegaan. Maar laat ik het zo zeggen. Ik geef het wel een goede kans als er een partij is die het nog een keer wil proberen. Dat er uiteindelijk zo'n model komt die toch, ook in die sector, een disruptive model voor verzekeraars kan gaan bieden. Dus ja, of dat bitcoin en blockchain is, durf ik niet te zeggen. Maar peer-to-peer, als ik het daarop mag houden, denk ik... Ik haak nu een beetje af, want ik snap er echt helemaal de ballen mee van. Wat bedoel je met peer-to-peer verzekeringen? Heb je het over de coöperatie waarbij het oogmerk verdwijnt? Of, Mensen die onderling zich zeg maar verzekeren. Dus mensen die minder van het enorme collectief van de duizenden... Zoiets als een broodfonds, zeg maar, voor... Bijvoorbeeld, ja. Ik denk dat daar mogelijkheden zitten. En het andere is, zou je kunnen zeggen, de tech-based insurer, noem ik dat maar even. De Oscar, die dus echt heel erg zonder legacy uitgaat van het feit van hoe kunnen wij nou goed in kaart brengen hoe gezond je eigenlijk bent en dat waarderen.
Overigens, nogmaals, om op die discussie toe. Dat moet je wel proberen, want anders kom je nooit achter de haken en ogen die aan zo'n model zitten. Want die zijn er. Maar laten we het in hemelsnaam. Ik had daar in Barcelona deze week met iemand op Health 2.0 een conferentie een enorme discussie over. Die zei, dat is precies het probleem. De legacy van al die partijen maakt dat we, als we daar niet iets volledig radicaals tegenover zetten, nooit van de grond komen. En ik weet niet of dat helemaal zo is, maar ik begrijp wel wat hij bedoelt. Ik denk dat daar heel veel waarheid in zit. Ja, ik vind het een ingewikkelde discussie. Ik snap hem niet. Maar zie je, daar geef je eigenlijk ook tegelijkertijd, denk ik, een ander ding mee aan. Dat het concept verzekeren en hoe je dat losvrikt. Ja, neem ik haak al helemaal af, want je benadert het vanuit een internationaal perspectief. En over risico-uitsluiting kun je het over hebben. Je kunt het over. En dan kun je technische hulpmiddelen bij gebruiken. Dus mensen die gezonder leven hoeven minder te betalen. Maar je benadert het als een soort commerciële sector waar verzekeraars inactief zijn. Dat is het helemaal niet in Nederland en dat is het bijna nergens. Het is een vooral door de staat gesubsidieerde sector waar de verzekeraars een hele rare rol in spelen. Ja, daar kunnen we denk ik helemaal over eens zijn. Nee, maar daarom schuurt... Die hele vergelijking met Amerika, waar gewoon de gezondheidszorgverzekeringen een commerciële business is. Dat is hier natuurlijk helemaal niet. Nee, dat is absoluut waar. Die verschillen zijn groot. Daarom snap ik niet meer waar je heen wil. Nou, alternatieven soms uit die richting die dus bijvoorbeeld in de VS wel wordt geprobeerd om neer te zetten. Vanuit het feit dat je daar helemaal niet die soort gereguleerde sector hebt. Daar zou hier ook wel eens wat ruimte voor mogen komen. Misschien is, als ik het herformuleer, dat is eigenlijk de essentie van het feit. Er is een sterk gereguleerde sector die eigenlijk helemaal niet zo vrij is als dat sommige partijen of de overheid soms wil doen geloven. Het is allemaal in handen van 4 grote clubs in Nederland. Nee, het is in handen van de overheid. Uiteindelijk zou de partij die het moet gaan veranderen. Dus, maar dan, daar wil ik wel met je in meegaan. Maar dan heb je het wel, dan, los van waar ik nu mee bezig ben, heb je het over systeeminnovatie die structureel en heel erg hard nodig is op allerlei vlakken. Maar nogmaals, dat is ook een typisch geval pick your battles. Ik wil iedereen ondersteunen die dat wil doen. Ja, maar daarom lijkt het me zo ingewikkeld om wat jij gaat doen. Want het is zo per land enorm verschillend. Hoe krijg je nou bedrijven bij jou aan tafel, waar jullie toch naar zoeken, die met iets komen wat internationaal schaalbaar is? Ja, nou dat is dus A, een goede product market fit vinden. Want soms is het zo dat je weet dat er in bepaalde landen openingen zijn die hier niet zijn, maar in een ander land wel. Bijvoorbeeld heb het digitale consult, dat is in sommige landen perfect al ingebed en vergoed en kan prima. Ja. Terwijl het in het land misschien waar de startup vandaan komt eigenlijk helemaal nog niet zo'n bonton of gelopen race is. Dus dat is 1, goed weten waar je terecht moet. En het andere is ook een klein beetje, soms moet je een beetje doordrukken. Hè? Dus lang blijven volhouden zonder dat het vanaf dag 1 al vergoed wordt. Dat zie je in Nederland ook. Men heeft een hele strijd moeten voeren voordat bijvoorbeeld een digitaal consult vergoed kon worden. Voordat het uiteindelijk een status kreeg. Ja. En die mensen heb je ook nodig. En die moet je misschien ook wel een tandje helpen. Of door financiering of door anderszins. Misschien moet je eerst deze markt doen en dan kun je vervolgens hier naartoe. Ene kant is zeg maar inderdaad het gezondheidsstuk waar je zegt we hebben te maken met artsen, met ziekenhuizen, noem het allemaal maar op. Hoe breed is voor jullie digital health? Is Human bijvoorbeeld, waar wij recent ook nog aandacht hebben besteed, die stimuleert bewegen. Dat is waarschijnlijk de eerste categorie van de 3 categorieën die jij noemde. Ja. Dan heb je helemaal niet te maken natuurlijk met regels, et cetera. Dat voelt ook als de makkelijkste groep om aan te pakken, want dan heb je geen last van de verschillende landen, et cetera. Eén, hoe breed gaan jullie? En B, waar ligt voor wat jou betreft de focus als het over die verschillende aandachtsgebieden gaat? Wij gaan eigenlijk zo breed als dat het zin heeft voor de start-up zelf om zich aan te melden. Ik ken Paul en Paul is zelfs een mentor in ons programma. Paul zal zich ook niet zo snel aanmelden voor zo'n programma. Paul van Human bedoel ik. Paul is de oprichter van Human. En dat is een volledig eigenlijk consumer-based play. Die zijn niet afhankelijk van ziekenhuizen of wat dan ook. Voor hem, als hij naartoe zou ik in eerste vraag vragen, waarom ga je je aanmelden voor een Digital Health Accelerator? Ja. Want je kan naar Rockstart Web en Mobile, je kan naar Techstars, je kan naar Y Combinator. Die doen allemaal hetzelfde voor jou, want je bent niet afhankelijk van
de feedback van artsen, patiënten enzovoorts. Ja. En dus het is een dus match. Jullie willen je echt wel onderscheiden op het feit dat jullie in een samenwerking met een ziekenhuis toegang hebben tot de artsen, toegang hebben tot mensen die in die gezondheidszorg bezig zijn. Ja, dat is het onderscheidende. En in de communicatie, daar hebben we best wel even mee geworsteld. Want het is natuurlijk sexier om soms te zeggen, we gaan totaal buiten iedereen om. Maar ik vind dat een soort ontkenning van de realiteit. En ook niet het meest structureel noodzakelijk waar nu behoefte aan is, volgens mij. Nu is er behoefte aan juist die dingen die echt goed zijn, maar die net niet die barrière doorkomen. Dus vandaar juist hebben we dat wel zo gepositioneerd. Maar dus het digital health domein is eigenlijk in de volle breedte, maar wij kunnen binnen dat digital health domein het meeste betekenen voor bedrijven die barrière moeten slechten. En als je dat niet hoeft, ja, dan ben ik de eerste om te zeggen, ik denk niet dat je bij ons het meeste gaat krijgen voor wat je ervoor geeft. Dus overweeg ook om te kijken naar andere alternatieven. Want uiteindelijk zoeken wij ook naar de beste match die bij ons past. En verwijzen we met alle liefde door naar iets wat voor iemand een betere match is. Ja, ja, en heeft er iemand, is er al een start-up die de tricorder... Nee, maar we zijn zeer geïnteresseerd in wat connected medical devices zijn. Voor wie nooit Star Trek kijkt. Ja. Het apparaat in Star Trek waarmee je alle diagnoses... waar je alle diagnoses mee maakt. Nou, waar wij geïnteresseerd in zijn... Zegt hij wat je hebt. Is als de tricorder... stel dat iemand de tricorder al in een stadium heeft dat hij enigszins werkt. Maar nu is de vraag, wie gaat die tricorder gebruiken? Gaat de verpleegster hem gebruiken en gaat hij dan terug in het kastje waar 10 tricorders liggen in het ziekenhuis? Heeft zij er altijd één persoonlijk? Hoe bed je dat in dat het daadwerkelijk gebruikt gaat worden? Want de technology, en dat is ook waar wij ons onderscheiden van de VS, wij zijn niet in Nederland misschien vooruit de beste met technology. Misschien is het in Silicon Valley of bij Nokia of waar dan ook misschien betere engineers overall. We hebben hier fantastische dingen, maar waar wij veel meer kunnen betekenen is de combinatie. Dus als iemand die tricorder heeft, dan wil ik ook weten of die erover nagedacht heeft. Hebben we dan 15 miljoen tricorders? Of liggen die tricorders in een kastje dat je er zo een kan pakken? Of wordt die... Heb je daarover nagedacht? Of is het maar een los stukje technologie? En dat is precies eigenlijk wat er nu vaak aan schort. De technologie die is gemaakt, maar hoe gaan we dat nou terugzien? Gaan we dat in het ziekenhuis, op straat, waar dan ook terugzien? In jullie programma van Rockstart zijn de mentoren ongelooflijk belangrijk. Wie heb je opgeleid in jouw programma? We zijn bezig met een aantal mentoren. Er zitten mensen uit, we hebben heel sterk de brugfunctie naar de VS. Dus Renato is ook een van de mentoren. Okay. Die zit natuurlijk bij de thuiszorgorganisatie nu Honor. Renato, ex-human bij de thuiszorgclub. Ja. Maar ook partijen, bijvoorbeeld Lisa Swennen, die heel goed het VC-netwerk eigenlijk wereldwijd, vooral ook Europa en de VS heel goed kent. Mental health bijvoorbeeld ook heel goed kent als sector. Lucien Engelen, Reshape Center, Daan Domen, Focus Cura, Joris Molenaar, IPPZ. Het zijn misschien voor de mensen buiten de sector, maar het zijn veel ondernemers die de worsteling hebben doorgemaakt. Ja. Daarnaast kijken we ook heel erg, en daar ben ik op dit moment mee bezig om dat hopelijk voor wat langere termijn te kunnen integreren in het programma. Het zijn mensen die ook design, UX en dat soort elementen. Dus hoe map je nou, customer journey is zo'n woord wat iedere startup wel een keer tegenkomt. Ja. Wat voor pad legt jouw klant af? Nou, probeer dat eens in een ziekenhuis te doen. Dat vergt weer wat extra's ten opzichte van de gewone customer journey van een consumentenproduct. Nou, dat proberen we ook. Die er mooi bij aansluit van Rolf Bouwman. Die zegt, zoeken jullie nog andere ziekenhuizen als feedback, playground voor jullie? Ja, en we hebben een netwerk van ziekenhuizen gelukkig waar we op kunnen bogen. Maar we zijn altijd geïnteresseerd in de brede zin, omdat we hebben geen exclusiviteit. We hebben wel strategische partners met wie we samenwerken, maar... Misschien dat sommige mensen dat weten, misschien niet, maar Nederland is een beetje verdeeld in soort regio's met bepaalde aandachtsgebieden. Bijvoorbeeld in Noord-Nederland gebeurt heel veel op aging. Nijmegen is ook weer een regio voor bijvoorbeeld healthy brain of alles wat met brein en neuro te maken heeft. Nou, zo heeft elke regio. Het zou natuurlijk van de gekken zijn als er iemand in ons programma iets met aging wil doen en wij zeggen helaas, we hebben maar één partner, dat is het Radboud. En u mag niet samenwerken met het UMCG. Dan ga je naar Groningen. En, Precies. Maar iedereen die zich daarvoor interesseert en met ons contact op wil nemen, die kan op rockstart.com alle gegevens vinden en daar staan we meer dan voor open. Ja. Hey, er zijn nog meer vragen, maar die mag jij straks gewoon via Twitter beantwoorden. Volg eventjes de hashtag FMT. Bedankt jullie voor het kijken. Kijk je nu live, blijf dan hangen, want we spreken straks met een van de mensen achter SpeakApp. Kijk je on demand, dan weet je dat je die uitzending inmiddels terug kunt zien.
Steken we zoeken eigenlijk nog. Een biersponsor zoeken. Een biersponsor. Als er nog iemand uit de Texel of omgeving. Ja, deze heb ik gewoon betaald. Deze die heb jij betaald, inderdaad. Dat, sinds die keer neem ik je portemonnee niet meer mee. Dus dat is een. Dit kon ik gewoon overmaken. Dus als er iemand nog relaties daarbij heeft, dan is hij nog heel erg welkom. We bedanken Streamzilla uit Groningen, die de stream mogelijk maakte. En Stef van Streamzilla lanceert morgen zijn aardbeving app. Dus wellicht ga je daar hier ook nog eens een keertje binnenkort meer over horen. En ik sluit natuurlijk niet af voordat ik jullie verteld heb dat je FMT-member kan worden. Wil je alle boeken die we hebben uitgebracht en uitbrengen ontvangen? Wil je de eerste zijn die je eigenlijk kans kan maken om binnenkort, als we weer een top names on stage doen, hierbij te zijn? Wil je een dagelijkse handpicked ontvangen? Nou, de lijst is te lang voor woorden. Kijk op fastm.nl/wordmember. En je kunt voor een tientje per maand media over innovatie mogelijk maken. Wij gaan live hier zo direct verder. Dankjewel. Dag.